Banjo-Town. Hallo mensen van Banjo-Town. Ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe Rick's avonturen. Yes! Vandaag zijn we op de première van Hotel Transylvania 2. Heb ik die al één gezien? Hotel Transylvania? Nee. Maar er zijn wel een hoop bekende Nederlanders, die gaan we lekker interviewen en dat soort dingen. Zijn ook kinderen? Ja. Yep. Hey, mag ik je misschien wat vragen? Ik heb geen vragen. Je hebt geen vragen? Wij hebben een lijstje met slechtste interviewers. En we hebben nu een nieuwe nummer 1. Okay, ik heb wel een goede vraag verzonnen. Nee, wacht, kom terug. Turkse pizza of Turks stoombad? Bill, dat moet jij even beantwoorden. Turkse pizza of Turks stoombad? Ik denk Turks pizza of zo, ik weet niet. Wat moeten we gaan doen met de asielzoekers? Weg of meer? Ik denk gewoon meer. Meer weg? Nee, gewoon eigenlijk wel goed wel goed verzorgen dat ze niet straks over straat overal naartoe gaan en wel dat ze een goed thuis krijgen. Vind ik mooi. En wat vind je van de film? Lijkt me wel een leuke film. Heb jij deel 1 gezien van de film? Nee, eigenlijk niet. Ik ook niet. Heel eerlijk, ik heb hem niet gezien. Oké, dus ja, Colin's vader heeft deel 1 wel gezien. Vertel. Kun je hem nog invullen qua storyline misschien een beetje? Oh, dat is lang geleden. Spoiler alert. Maar dat is wel leuk. Dat is hartstikke leuk. Moet je gewoon kijken. Verhaallijn is gewoon kijken. Maar gaat nummer 2 wel lukken zonder enige invulling? Denk het wel. Absoluut. Hartstikke leuk. Ik heb serieus ook gewoon echt een rol die helemaal niks met de eerste film te maken heeft. Oh, dat is wel fijn. Ik zag dat je een vrijwillig spook was ofzo. Ik was een vrijwillig spook, ja. Ongeveer. Was het dat je vrijwillig spook was van, ik wil nog wel een spook doen of dat dan weer niet? Nou, ik had eigenlijk niet echt veel de keuze. Ik ging gewoon en dat was het. Toen ging ik weer naar buiten, had ik het gedaan. Ja, zo ging het eigenlijk al. Nee, ik heb trouwens twee dingen gedaan. Twee rolletjes? Ja, ik heb twee rollen gedaan en eentje ervan is best wel obvious. En die tweede, die valt eigenlijk niet op. Eigenlijk moet je de film dus zo'n 10 keer kijken en dan... En op een gegeven moment dan hoor je het misschien wel. Oh, dat is wel moeilijk. Ja, dat denk ik wel. Hoe kom je aan die mooie spin? Daar, die hebben we ergens op de kop, in Amerika op de kop getikt, geloof ik, een keer. Hoeveel was hij ongeveer? Wat zegt u? Hoeveel was hij ongeveer? Geen flauw idee. Dat is al een tijdje geleden dat ik die heb gekocht voor Halloween een keer. Dus ik denk, nou, mooie gelegenheid om hem weer een keer uit de kast te trekken. We hebben wel kinderen bij elkaar gezien, behalve scholen en kinderspeelplaatsen en kinderziekenhuizen en... Andere plekken waar kinderen vaak zijn. Foto! Ik ga er ook wel gewoon op. U heeft een stem in de film, toch? Nee, ik heb de stemmen geholpen om vorm te geven. Ik ben de regisseur. En ik hoor dus net, 10 keer interessant, dat u ook de stem van Jesse bent in Pokémon. Dat vind ik dan helemaal mooi. Oh, had ik dat nou maar niet, want het gaat over deze film, hè? Hotel Transylvania. Ja, dan gaan we terug naar Hotel Transylvania. Ja. Komen we zo meteen terug bij Pokémon. Ja, oké. Okay. Wie is nou je favoriete karakter dan uit de film? Want je hebt hem gezien, hoor ik net. Ach, nou weet je, ik vind al die karakters geweldig. En we hebben natuurlijk de eerste film al gehad waarin al die karakters werden geland. Maar er komen nu twee nieuwe karakters bij, waar onder andere dus de kleinzoon van Dracula, en dat is zo'n snoepje, en zijn kleine vriendinnetje. En die twee kinderen hebben het ook zo geweldig gedaan. Dus die zijn door kinderen ingesproken, hè? Zijn door kinderen. Dat is wel schattig. Ja, zijn schattig, maar het zijn ook kanjes, zijn echte acteurs, hoor. Die heb ik in mijn hart gesloten. Oké, je hebt nog een hele belangrijke vraag. Stel, je was een mummy, welk merk wc-papier gebruikt hij dan? Jeetje, ik weet helemaal niks van wc-papier. Ik ook niet! Nee, geen idee. In ieder geval een hele stevige, waar je ook wel een regenbuitje mee kan doorstaan. Wel slim, ja. De film is net afgelopen. Op de achtergrond zie je nog een gigantische kinderexplosie. Ik heb best genoten van de film. Ik heb hem gekeken met cameraman Yuri. Toen we binnenkwamen kregen we een prachtige goodie bag. En weet je wat er allemaal in zat? Chips, pak chocolademelk, maar last but not fucking least, lijmstiften
Ik weet niet precies wat de logica hierachter is, maar lijmstiften zijn altijd welkom. Lekker filmpje gekeken in ieder geval. Ik weet niet precies hoe lang het geduurd heeft, maar over het algemeen zaten er wat leuke lachmomentjes in. Ik heb deel 1 niet gezien, ik denk heel veel mensen niet, maar ik heb niet het gevoel alsof ik heel erg veel informatie miste. Dus ja, leuk filmpje. Er zat een man in en dat was gewoon een vliegende bril. Dat was toch mijn favoriete character. Vooral hoe ze dat dan maken, ze hoeven alleen maar een bril te laten vliegen. Ja, hij was een beetje eenzaam, dus daar kan ik me wel in herkennen. Dus, leuke film, leuke mensen, leuke lijmstiften. Dankjewel voor het kijken op deze aflevering van Rick's Avonturen. Tot de volgende aflevering. Doei!